Vandaag is dag 2 van de museum tweedaagse. Zometeen krijgen we een rondleiding hier in het Anatomisch Museum. En daarna maken we een kunstwandeling door het Radboud Ziekenhuis. We zullen eens gaan kijken welke verborgen schatten het ziekenhuis en de universiteit ons nog te bieden hebben. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, 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 my love is calling. Dit is een uitvergroting van dit preparaat. We zijn hier om van die witte stipjes te zien. Wat zou dit kunnen zijn? Of wat zou dit later kunnen vormen? Placenta. Wat vond je ervan vandaag? Heb je iets geleerd hier? Ja, ik wist al een beetje hoe het menselijk lichaam met elkaar zit, maar als alfa weet je er toch niet zo heel veel van. En ik vond het wel interessant om te zien, vooral de kinderen, de ontwikkeling van baby's en hoe volledig een kindje al is eigenlijk met 12 weken. Is echt wel heel bijzonder om te zien. Waarom is dit zo belangrijk, een anatomisch museum? Nou, het is belangrijk om aan de mensen kunnen uit te leggen hoe de menselijk lichaam in elkaar zit. En ook een beetje een bewustzijn te creëren voor de mensen hoe alles werkt en in elkaar zit. Kunstcoördinator op de Radboud Universiteit. Wat houdt dat precies in? In feite heb ik 3 taken. Dus dat ik de collectie beheer, dat ik daar zorg voor draag. En als er iets mee fout gaat, dat ik dat restaureer of laat restaureren. Dat ik tentoonstellingen maak op diverse plekken, vaste ruimtes waar dat we een doorlopend tentoonstellingsprogramma hebben. En dat ik kunst initieer. Als ik denk van hier zou een kunstwerk tot zijn recht komen, vooral in de nieuwbouw, wat kan hier dus een meerwaarde zijn door kunst aan te brengen, dan doe ik voorstellen aan mijn commissie. En zij kijken dan of dat dus haalbaar is financieel of daar draagvlak voor is. Dit is een beeld van Alain Séchard. We hadden gezegd van wij claimen, want af en toe moet je hier vechten voor een plekje te hebben voor kunst. Wij claimen de ruimte tussen die 4 pilaren. Daar gaan wij iets met kunst doen. Dus dat was de opdracht van de kunstenaar. Kijk, die ruimte heb je, daar kan je iets mee doen. En het moet gaan over vrouw en kind. En denkt u dat studenten de kunst genoeg op waarde schatten? Als je een eerlijk antwoord wil, als ik zie hoeveel mensen dat er op de rondleiding afkomen, dan denk ik dat zij dus toch met heel andere dingen bezig zijn.